Het zijn spannende dagen voor vogelliefhebbers, want wanneer wordt die eerste grutto weer gespot? En vooral, waar? De eerste geruchten gingen al rond dat de eerste zou zijn gezien in de regio. We gingen vanochtend dus op pad en hadden na een tijdje zoeken beet. Super! En poetsen. Schitterend. Nou, ze zijn er dus weer in. Ja, ze zijn er. Ja, ik word hier zo vrolijk van. Dit zijn echt lentebodens. Ja, dat is zo fantastisch om te zien. Dit zijn de allereerste van het jaar, ja. Het is altijd wel een beetje rond deze tijd. En nou ja, het weer is lekker, dat scheelt natuurlijk ook. En ik hoop dat de komende dagen, dat het nog wat zuidenwind, dan komen er natuurlijk nog veel meer. En dan zit het hier straks best wel behoorlijk vol met grutto's. En nu is het weer in Nederland, ga je nu elke dag weer turen naar de grutto? Nou, ik ga wel behoorlijk vaak op pad. Want ik vind het fantastisch om hem te zien. En hij gaat nu zich hier, dat heet dan opvetten. Hij heeft natuurlijk een lange vlucht gemaakt naar Nederland. Nu gaat hij zich echt weer vol eten en zich voorbereiden op het broedseizoen. En dan gaat hij naar de weilanden, want ze broeden dus eigenlijk in hoog gras. He, soms zie je van die nesten, die zie je echt liggen. Maar bij een grutto, dat zit helemaal verdekt in het gras. We merken al snel dat we niet de enige zijn die op zoek zijn naar de grutto. Hartstikke leuk. Ja, zeker. Dan is toch het begin er weer. Zeker, ja. Maar ik ben al een paar keer in de Lier gefietst. Ja. Maar daar valt het nog tegen, hoor. Kraaienest. Ja. En daarnaast zien we natuurlijk de slopeenden die ook al een beetje bezig zijn om een vrouwtje te veroveren. De bergeenden zien we prachtig ook bezig. Er zitten nog wat smienten. Ja, het is gewoon een lust voor het oog hier en het wordt alleen maar mooier.